Een nieuwe aanval dan wellicht op de leidende positie in het klassement van Aftink. Die moet dan nu komen van deze Monique Garbrecht. Ze was gedeeld derde op de 500 meter. Moet 3600ste van een seconde sneller zijn dan onze landgenoten om haar in het klassement te pakken. Tushnyakova, de Russin, heeft een veel grotere achterstand. Die is niet zo interessant op dit moment. Het gaat om Garbrecht, die dus onder de 1.22 moet rijden om Aftink in het klassement te passeren. 200 meter tijd, 18.07 voor beide rijders, dus ook voor Garbrecht. Daarmee 2/10 sneller dan Aftink. Maar Christine heeft inderdaad laten zien dat ze toch beter die laatste ronde doorkomt. De opening is in relatief zwak. Dat is goed te vergelijken zometeen. Als we op weg zijn naar de 600 meter, waar Christine Aftink doorkwam in 49.2. En wat doet Garbrecht? 49.1. Zit er dus 1/10 onder en het moet ruim 3/10 zijn. Met andere woorden, Garbrecht moet een supersnelle laatste ronde afleggen om Christine Aftink nog te passeren in het klassement. Exacte tijd die Garbrecht zou moeten rijden om dat te presteren is 1:21.89. Dan is de Aftink voorbij. Laatste meters voor de Duitse, die de Russische in ieder geval klopt. 1:21.89. En dat zit er niet in. 1:22.28 is zelfs nog 200ste van een seconde langzamer dan Aftink. En ook Garbrecht slaagt er dus niet in om de Nederlandse voorlopig van de troon te stoten.